Het is vandaag vrijdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekendvlog. Zoals jullie misschien wel zien, heb ik mezelf al helemaal klaargemaakt. Ik ga namelijk zo meteen met Stace en Lynn gaan we in de stad foto's maken. En ik ben nu een beetje aan het kijken wat ik mee ga nemen. Make-up heb ik al gedaan, ik moet alleen nog eventjes mijn haar doen. Maar ik hoef pas over 40 minuten weg. Maar wat ik nu aan heb, is dit hele outfitje van de Zara. En ik dacht, dan doe ik daar mijn Marc Jacobs tas bij zo vasthouden. En dan dit spijkerjasje is namelijk dezelfde kleur als deze broek. Dus dan doe ik hem zo over mijn schouders hangen met dat tasje erbij. Ik dacht, dat is leuk. Deze moest ik voor Lynn meenemen. Ik moet even een foto maken met deze schoenen. Dat ook een leuk ideetje voor. En met deze top. Want ik heb een soort van winactie met hun samen. En je kan namelijk 100 euro shoptegoed winnen van ASOS. Als ik het goed uitspreek. En daar is dit topje van. Ik ga even een leuke foto met het topje maken. Zodat ik die foto op Instagram kan zetten. En dat wordt dan de winactiefoto, zeg maar. Dus ik heb twee outfitjes bij me. En dan nog deze schoenen waar ik eventjes een foto mee moet maken. Ik denk dat ik die alvast gewoon onder deze outfit doe. Want op deze outfit hoef ik op zich geen schoenen meer aan. Ik wilde eigenlijk mijn nieuwe Yeezys erbij aan. Maar het matcht net niet helemaal lekker qua kleur, zeg maar. Kijk. Oh, camera valt het wel mee. Nee, als ik deze ook nog aanloop, wordt het wel echt veel te veel. Als ik ook nog die Marc Jacobs tas erbij doe. Op de scooter doe ik wel eventjes deze trui eroverheen aan. Want anders ga ik denk ik echt helemaal dood van de kou. Want zo warm is het helemaal niet. Ik ga eventjes mijn tanden poetsen en mijn haar doen. Ik denk dat ik mijn haar in zo'n half staartje op wil doen. Dat dat wel leuk is. Want ik wil een paar foto's vanaf de achterkant maken. Dus ik denk dat dat wel een leuk ideetje is. En dan ga ik de rest een beetje, een beetje wat olie in doen en zo. Oké, ik heb mijn haar gedaan. Ik heb het eventjes in zo'n staartje bovenop gedaan. Ik ga eventjes een tas pakken. Om eventjes wat kleren in te doen die ik nog mee wil nemen. Dat is niet heel erg veel hoor, maar het is wel handig als dat eventjes in een tas zit. En zo, dit wordt één outfitje. Deze tas moet mee. Zo, en dit spijkerjasje die doe ik gewoon aan op de scooter. Ik neem ook eventjes deze borstel mee, want door de scooter kunnen die haartjes ook wel eens rechtop gaan staan. Wat wilde ik nou nog? Oh ja, lippenbalsem. Dat ga ik nog eventjes opdoen. En meenemen denk ik ook. Oh ja, en even mijn pasjes, want ik moet tanken. Ik haat tanken, echt. Waarom rijdt mijn scooter niet gewoon op is? Het zou zoveel makkelijker zijn in het leven, maar goed, hè? Je moet gewoon tanken, gewoon betalen moeten wij. Ja, goed verhaal. Oké, ik ga. Doei. Sorry, pardon. Ik ben al. Die was echt heel hard. Ik ben weer thuis. Mijn haar is helemaal verwilderd. Ik heb niet zoveel gefilmd. Echt heel slecht. Maar het was heel erg gezellig. We hebben ook nog een TikTok gemaakt. Dus ook nu wel eventjes in beeld zetten. If you get at me, it's okay. To get nasty. Just the way you lie. You say I'm sexy. So bad they should arrest me. En die heb ik net ook op TikTok gezet. Dus ik hoop dat mensen hem grappig vinden en niet serieus nemen. Want ze zijn geen zieke danseres, maar vonden het gewoon leuk om te doen. Het is nu 4:15. En ik moest een beetje op tijd thuis zijn. Want om 4:00 komt Milan thuis. En dan gaan we naar zijn moeder, want dan gaan we daar eten. Dus vandaar dat ik niet heel erg lang kom vandaag. Maar dat was wel heel erg gezellig. Ik heb me even omgekleed. In die broek en in deze trui. Maar straks als we naar Mew's moeder gaan, doe ik nog wel eventjes wat anders aan. Ik probeer die eventjes op neer te zetten. Ik ga eventjes de foto bewerken. Want er is er eentje die ik er binnenkort op moet zetten. Dus ik dacht, dan ga ik die wel vast maar eventjes bewerken. Dan heb ik dat maar alvast gedaan. Ik ga even kijken of er al reacties zijn op die TikTok. Ik vind het zo eng. Dat het is zeg maar echt een dansje. En voor de rest heb ik alleen maar van die rare. Oh my god. Volgens mij heb ik mijn meest. Oh nee. Ik heb gisteren ook deze gezet en deze wordt heel vaak bekeken. Het is 9 uur, je hoeft van mij niet te verwachten dat ik 10:50 ben. Ook niet om 2:50. 9:05. Dat is toch gewoon lekker op tijd. Volgens mij 9 uur is 9 uur, joh. Dus ja, maar ja. Er komen wel leuke reacties op. Het was trouwens wel echt super gênant. We hebben die TikTok, dat was midden in de stad opgenomen. En er waren iedere keer gewoon mensen die langs fietsten en zo. En we waren zo vaak aan het oefenen. Ik denk dat we langer bezig zijn geweest met die TikTok te maken dan met foto's te maken. Maar het was wel echt fucking gezellig. Ik ga eventjes wachten tot dat Mew er is. En dan ga ik ondertussen
eventjes wat fotootjes bewerken. Ik had... Ik moet echt mijn make-up er even over gaan halen. Het ziet er echt niet uit. Maar ik had volgens mij in mijn vorige weekendvlog verteld dat ik een kettingje had besteld bij Nook. En dat die na 2 keer dragen al kapot was. Maar ik mocht hem dus opsturen ter reparatie. En hij is net weer terug binnengekomen. Echt een super schattig zakje. En dit is hem. Een kettingje met een sterretje en een pantertje eraan. Ik ben echt heel erg blij dat ik hem weer heb. Want ja, bij heel veel outfits dacht ik, oh, hier had hij echt leuk bij gestaan. Maar ik heb hem weer, dus dat is heel chill. Ik hoop dat hij dan nu niet zo snel kapot gaat, want dat was wel echt zonde. En een hele chille service dat je hem terug mocht sturen gratis voor reparatie, zeg maar. Want je kreeg dan zo'n zakje thuis opgestuurd en dan kon je hem gewoon op hun kosten, mocht je het dus retourneren. Voor reparatie. En het is nu alweer terug. Dus dat is heel erg chill. Best wel snel. Was het terug. Want ik heb het afgelopen zondag op de post gedaan. Het is vandaag vrijdag. Dus ja. Dat wilde ik eventjes laten zien. En we gaan trouwens vanaf het niet bij Milan's moeder eten. Maar slapen. Ik had het verkeerd begrepen. Ik dacht dat we daar zouden eten. Maar we gaan er dus slapen. Dus ja. Ik ga eventjes mijn make-up eraf halen. Zo ook. Want dat zit echt niet meer. En ja. Ik ga eventjes lekker... Goede tijden denk ik. Kijk, ik ben echt heel moe. Ik weet niet van wat, maar... Het is vandaag zaterdag en wij gaan vandaag naar de opname van Milan toe. Want ja, er moet gegraven worden in het tuintje en planten geplaatst worden. Dus daar gaan we mee helpen. Ik heb daarom ook even lekker een simpel outfitje aan die gewoon vies kan worden. Shirtje is van Lofies en mijn sportlegging is van Nike. En daar doe ik gewoon mijn Dr. Martens bij aan, want als die vies worden, krijg ik die weer heel erg snel schoon. Verder komen er vandaag weer veel pakketjes. Maar voor de rest ga ik vandaag niet heel erg wat doen. Want het is nu 10 voor 11. We gaan rond 11 uur weg. En het is in Vinkeveen. Dus ook nog wel eventjes een stukje rijden. Dus voordat we weer thuis zijn. Geen idee wat we dan verder gaan doen. Ik denk niet zo heel erg veel. Maar er komen dus weer wat pakketjes. Weer een paar pakketjes voor de extra video. Waar ik al die kleding in laat zien. En die wilde ik eigenlijk... Een beetje overbelichten. Die wilde ik eigenlijk aanstaande woensdag plaatsen. Dus voor jullie afgelopen woensdag. Maar er is ook nog een video met Zoe die ik moet plaatsen. Dus ik denk dat ik die eerst doe. En dan die extra video met die kledingshoplog wel die week daarna doe. Want er moet toch nog wat dingetje binnenkomen. Dus dan kan dat daar eventjes op wachten. Maar er komt vandaag nog iets binnen van Colourful Rebel. Want ik mocht bij hem wat uitzoeken. Alleen een van die items was echt veel te groot. Dat paste gewoon niet. En bij sommige webshops heb je dan een soort van gewoon pech. Dan, ja, dan moet je het maar kijken wat je ermee doet. Maar bij Colourful Rebel is het heel erg fijn dat je dan een retour mag sturen en wat anders mag uitzoeken. Zodat je geen item in je kast hebt hangen wat je niet past of niet leuk vindt. Dus dat is heel erg fijn. Dat pakketje moet ik ook eventjes maandag terug op de post doen. Van wat ik niet paste. Maar er komt vandaag dus een ander item binnen. In ruil daarvoor. Er komt iets binnen van A La Collection. Dat is dus een soort... Ja, je hebt er kleding, maar ook home accessoires en zo. En dat had ik dus in de video bij Monica gezien. Dat ze daar allemaal dingetjes van had gekregen. En ik zag daar zulke leuke dingen. Dus ik ging eventjes op de site kijken. En ik heb zo'n hele leuke kaarsje. Oh, wat zit daar? Oh, dat is een touwtje. Oeh, schrok al. Ik heb er zo'n hele leuke kaarskandelaar gekocht. Ik heb deze al. Die is van Xenos. En die lijkt er een beetje op. Alleen het is dan met een palmboom. Echt super leuk. Dus die komt vandaag binnen. Ja, nog pakketjes van de Zara binnen en van de Bershka. Maar dat is dus allemaal voor die video. Dus dat wil ik nog niet laten zien. Ik ga even kijken of mijn schoenen hier staan of niet. Nee, ik denk dat ze beneden staan met Dr. Martens. Dus wij gaan eventjes ontbijten beneden. En dan gaan we over 10 minuutjes weg. En dan zien jullie mij denk ik in de auto weer. We hebben McDonald's gehaald. Ik ga even laten zien wat we hebben. Miu heeft een aardbeienmilkshake en een cola. Jij hebt een cheeseburger. En 6 nuggets. Een chili mayo. En ik heb ook een burger. Een cheeseburger. En een Happy Meal. Want ik kon niet kiezen tussen nuggets, dat en een burger. Dus nu heb ik van alles wat. We zijn weer thuis en er zijn... 5 pakketjes binnengekomen, zoals je kan zien. Maar ik kan er eentje wel aan jullie laten zien. Dus dat ga ik eventjes doen. Want ik had namelijk, zoals ik vanmorgen volgens mij vertelde bij Ala. Mijn nagels breken trouwens echt helemaal af. Het is zo verschrikkelijk. Maar ik ga dus maandag mijn nagels laten doen bij Shannon. Maar goed, ik had dus bij een webshopje Ala had ik dus zo'n kaarsenkandelaar besteld. Oh, het zit echt super schattig ingepakt. Een
thank you kaartje. Oh, en 10% korting op mijn volgende ding. En ik heb toevallig net in de auto een volgende bestelling geplaatst. Wat dom, ik had die kortingscode kunnen gebruiken. Maar goed, hè? Reden om nog wat te bestellen. Kijk even hoe schattig. Oké, dit is het plateautje. Oh, kijk nou. Dit is toch veel te leuk. Ik ga hem eventjes neerzetten en een kaars erin doen. Want ik heb als het goed is nog zo'n grote kaars liggen. Oh, maar dit ziet er toch super leuk uit. Het is wel een beetje een iets andere kleur goud. Maar dat maakt op zich niet uit. Even kijken waar die kaarsen zijn. Oh, hier. Ik heb nog een groene en een roze. Maar ik denk dat ik er een roze in ga doen. Want in die andere zit al een groene. Oh, die kaars is te groot. Oh nee, ik kan wel een beetje proppen. Kijk nou hoe leuk. Hij staat een beetje scheef, maar zo schattig. Echt heel erg leuk. I like it. En op die webshop heb ik net dus in de auto onderweg nog een paar van die kaarsen dingen besteld. Dus dat komt denk ik ook van de week binnen. Maar ik heb nu dus ook nog 10% korting voor mijn volgende bestelling. Heel erg chill. Nou, eigenlijk niet chill, want dat betekent dat ik alleen nog maar meer ga kopen, maar... Ik ga zo meteen, mijn vader is nu volgens mij aan het douchen. Ik ga zo meteen eventjes douchen. En dan gaan we vanavond bij de vader van Miel eten. En het is echt al best wel laat. Want we gingen bij zijn opa en oma zeg maar in het voortuintje een heel stuk van het gras eruit scheppen. Toen plantjes erin zetten. Maar het was best wel lang rijden ook. Dus het is nu alweer 4:15. En ik ga even deze andere pakketjes openmaken. En passen en nog niet aan je laten zien. Oké, ik moet dit jasje gewoon laten zien. Eigenlijk is die... Pas voor de extra video voor die shoplog. Maar ik vind hem zo leuk. Het is dus een bikerjack van Colorful Rebel. Met die franjes eraan. Die heb ik mogen ontvangen. Zo leuk. Ik ben hier zo blij mee. Oh, echt heel leuk. En aan de achterkant heeft hij ook nog allemaal franjes en zo. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar... Oh, echt zo leuk. Ja, ik moest dit gewoon eventjes aan je laten zien. We zijn weer thuis. En ik had gewoon weer zin in ijs. Dus ik heb weer... Ben en Jerry gehaald, maar deze keer bij de Albert Heijn gewoon, want die was dus nog open. Het is al 10 uur of zo, maar ziet er ook echt niet uit. Ik ga lekker mijn schoenen uit, ze lopen zo lekker. Hebben jullie de video dan al gezien als deze? Nee, aanstaande woensdag komt er voor jullie een shoplog online en daar zijn deze schoenen in te zien. Maar ik heb ze ook op mijn Instagram gezet, maar echt die schoenen zitten zo lekker. Oh, ik ga ze even in mijn kast zetten. Ik moet ook echt extra plankjes voor mijn kast gaan kopen, want... Mijn schoenen passen niet meer. En er komen dinsdag nog een paar nieuwe schoenen binnen. Echt. Ik ga even lekker een joggingbroek aantrekken. En dan lekker filmpjes kijken in bed. En voor de rest ga ik deze avond eigenlijk niks doen. Ik heb trouwens deze genomen. Deze heb ik nog nooit genomen. De Cookie Dough Switch Up. Hier zit dus Cookie Dough in. Maar ook Oreo. En vorige keer had ik een klein bakje Cookie Dough en een grote bak chocola. Maar de chocola is wel echt heel machtig. Dus ik dacht ik neem nu deze. Dus ik hoop dat hij lekker is. Die is wel lekker. Maar moet je ook niet te veel van eten, denk ik. Het is vandaag zondag. Het is echt al best wel laat. Of nou ja, laat. Het is 4:15. En we hebben lekker uitgeslapen vandaag. Ik heb al gedoucht. Ontbeten. En ik ga vandaag eigenlijk niks doen. Beetje overbelicht ben ik. Ik ga vandaag eigenlijk niet zoveel doen. We gaan vanavond bij mijn moeder eten. Maar we slapen wel gewoon hier. Want morgenochtend moet Milan vroeg werken. En moet ik vroeg naar mijn nagels. Ik ga eindelijk mijn nagels laten doen. Maar niet te lang. Omdat ik binnenkort bindweefsel-examen heb. En dan mogen je nagels dus niet lang zijn. Dus de komende 2 keer ga ik ze nog eventjes kort laten. Heel kort. Want ze mogen dus niet uitsteken, zeg maar. Boven je vinger. Dus ze moeten echt heel kort blijven. En dan die keer daarna kunnen ze eindelijk lang. Want dan hoeft het gewoon te kijken of we het doen. Gaan we boven eventjes lekker in bed liggen, want het is echt best wel koud of zo. Ik weet niet, ik heb het best wel koud. Even een dropje pakken. We zijn eventjes naar de Albert Heijn gelopen, want we hadden allemaal van die spaarkaarten, zeg maar, voor die vershoutbakjes. Dus ik heb er 10 gekocht, maar we hadden 10 van die kaarten. Van alle maten heb ik er 2, boven eentje die was uitverkocht. Maar, jeetje... We gaan straks bij mijn moeder eten. Dus dan rijden we eerst even langs de andere Albert Heijn om te kijken of ze hem daar nog hebben. Dan heb ik gewoon van alles 2. Maar die spaaractie loopt nog tot juni of zo. Misschien nog mijn vader nog wel sparen of meal. Of anders koop ik van alles nog een derde. Even kijken. Maar hier zit nu alles in. Ik heb het even dicht gedaan.
dat ik het op mijn kast kan leggen. En hier heb ik nog andere twee. Die passen niet meer in die tas. Maar ik dacht, dan kan ik die straks in die andere tas doen als ik die andere bakjes heb gehaald. Vanavond. Oké, we zijn echt weer wat hele uren verder. Het is namelijk nu 7:45. En ik heb de rest van de dag gewoon echt oprecht ook niets gedaan. En daardoor ook niets gefilmd. We zijn net terug van mijn moeder. Daar hadden we gegeten. Was super gezellig. Lekker rijst met kip gegeten en zo. En Dagmar appte net of zo. En ik wilden afspreken. Dus ik ga eventjes wat make-up op doen. En dan ga ik Dagmar ophalen met de scooter. En dan gaan we met z'n tweeën naar Zoe. Ik ben mijn pil vandaag vergeten. Dus eventjes een beetje mijn make-up doen. Want ik lijk wel weggelopen uit het spookhuis of zie ik eruit. Ik heb dit weekend ook echt gewoon niks boeiends gedaan. Dus ja, sorry daarvoor. Volgende week wordt wel leuk. Want dan ga ik donderdag wordt het echt best wel lekker weer. Dus ga ik samen met Milan en mijn moeder gaan we naar Vinkeveen. Want mijn opa en oma hebben daar een woonboot. En dan gaan we lekker varen en zo. Als het goed is, mijn moeder ging vanavond eventjes bellen naar mijn oma. Of zij dat ook wilde. En ik moet morgen eventjes naar de stad. Want ik had dus echt een ziek leuke jurk gezien bij de Zara. Of nee, bij de H&M. Maar die is online dus uitverkocht in mijn maat. Maar in de stad hebben ze hem nog wel. En ik moet toch nog eventjes twee dingetjes van de Bershka en Zara terugbrengen. Dus ik denk dat ik dat dan gelijk morgen na mijn nagels ga doen. Want ik ga morgen eindelijk weer nagels zetten. Niet heel erg lang, want dat kan dus niet voor school. Ik weet niet of ik dit al wat verteld. Maar ze worden niet mega lang, want dat kan nog niet voor school. Maar zodra mijn laatste praktijkexamen klaar is, zeg maar, ga ik wel weer mooie lange nagels laten zetten. Maar het is nu gewoon eventjes, ze zien er gewoon echt niet uit. Ze zijn heel slap, omdat ik iedere keer die gel lak eraf heb getrokken en zo. En ja, ik ga zelf ook een cursus volgen vanaf jullie om power gel te kunnen zetten. Dus dan kunnen jullie daar ook afspraken voor mij bij maken. Superleuk. Ik moet het ook bij mijn moeder gewoon doen en zo. Mijn moeder die laat het altijd doen. Maar dan kan ik het natuurlijk wel gewoon bij haar doen. Dat is natuurlijk super chill. Zo. Klein beetje concealer op. Ik ga dat maar even dat iets laten doen. Want het moet er eigenlijk over een minuut zijn. Ik ben altijd te laat bij dag, maar altijd. Ik weet niet waarom. Vroeger ook altijd al. Als Dagmar en ik dan afspraken met school voor te fietsen, dan was ik altijd te laat. Maar ja, ze is het wel gewend. Ik vind het wel erg scheet. Ik ga even mijn haar opnieuw in zo'n staartje doen, want het is een beetje uitgezakt. Ik vind het ook niet heel leuk staan eigenlijk. Maar goed, hè. We gaan niet naar een modeshow. Ik ga gewoon bij Joey in de tuin zitten. Ik wil nog eventjes mijn kuttingje van bij Noek om. Dagmar zegt ook eens goed. Zo van, I know you're always too late. Kies een geurtje op. Zo, ziet er toch alweer ietsjes verzorgder uit. Zodat sieraadjes om hebt en zo. Vind ik wel leuk. Wat ringetjes om. Toch gelijk de hele bende, joh. Hè? Zo, niet Dagmar's cadeautje vergeten. Want ja, dat gaan we eindelijk aan Dagmar geven. Ze was 1 april jarig. We hebben het cadeautje pas 2 weken daar niet van. Maar wat erg dat ze nu pas haar verjaardagscadeau krijgt. Maar goed. Ik ga nu naar Dagmar toe. Dagmar op te halen. En dan gaan we naar Zoe. En dan zien jullie mij daar wel weer als we het cadeautje aan Dagmar gaan geven. Zo erg jongens. Maar ik ben gewoon oprecht. De camera vergeten naar Zoe. Ik praat ook niet zo heel erg hard. Want mijn vader die slaapt al. Maar het was heel erg gezellig bij Zoe. Ik had Dagmar eerst opgehaald met de scooter. En toen hebben we gewoon eventjes bij Zoe in de tuin gezeten. En daarna gingen we extra aan de beach kijken. We hebben Dagmar's cadeautje gegeven. Heb ik ook niet kunnen filmen. Maar zo eventjes een plaatje in beeld zetten van wat we hebben gekocht. We hebben namelijk een Colorful Rebel trui voor haar gekocht. Want Dagmar die steelt altijd mijn trui of die van Zoe. Dus we dachten dan is ze nu gewoon lekker haar eigen. Milan die was ook bij vrienden. Maar die komt als het goed is ook nu naar huis. Dus daar ga ik eventjes op wachten. En ondertussen lekker een filmpje kijken en dan gaan we daar lekker slapen. Sorry dat deze weekendvlog niet heel boeiend is geworden volgens mij. Volgens mij is die ook niet zo heel erg lang geworden. Maar komende week ga ik wel wat leuke dingetjes doen. Dus ik hoop dat het daarmee een beetje goed maakt. Vooral in de volgende week vlog ga ik leuke dingen doen. En er komen ook weer een paar extra video's aan. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje goed maakt. Maar ik ga nog eventjes wachten op Milan. En dan gaan we straks lekker slapen.